Hey, hallo en leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is woensdagavond en we gaan naar Feyenoord ADO Den Haag. De eerste wedstrijd in de beker, KNVB-beker, wedstrijd tussen Feyenoord en ADO. Ik ben reuze benieuwd, ik ga op Joost wachten. Die moet als het goed is dadelijk van die kant komen. En dan heeft hij de bus en dan gaan we weer een leuke wedstrijd van maken. Dus ik zou zeggen, iedereen blijf op je stoel zitten, pak een zak chips erbij en kijk naar deze vlog hier op It's Ultrex. Ik wens jullie allemaal veel plezier met kijken en zuurstof zakken erbij en gaan we weer lachen, gieren, brullen. Ik hoop dat de uitslag ook om te lachen, gieren, brullen is. Ik wens jullie veel plezier met kijken. Nou, en wat denk je? Denk je dat hij van die kant komt? En dan komt hij van die kant. Daar haai je hem hoor. Daar haai je hem toevallig. Daar haai je hem toevallig. Daar haai je hem toevallig. Daar haai je hem toevallig hoor. Ik wil naar huis. Okay. Veeg me op. Oké, pak je uit. Ja. Veeg me op. Veeg me op. Ja, ik heb geen bezem. Ik wil naar huis. Hij snapt. Ik heb hier zo geen zin in. Ja, maar ik heb er wel zin in. Nou jongens, we pakken nou even de metro en dan gaan we richting Rotterdam, richting de Kuip. Tot dadelijk. Hij snapt het niet. Hij snapt het niet. Hij wil het helemaal niet snappen. Veeg me op. Veeg me op. Ga nou weg. Wel. Oké, ik ga al. Doei je. Doei Joost, dag! Dag Joost! Doei! Doei Joost! Ik moet weg! Daar haai je hem hoor, de metro hoor. De Heine, die moeten we hebben. Die moeten we hebben. Schiet nou op! Ja, lopen dan! Lopen nou! Hij snapt het niet. En wat wordt het vandaag? 3-1. 3-1, oké. Okay. Zeg ik... 4-1 zeg ik. 4-1. Zeg ik 5-0. 5-0, zo, oké dan. Nou, hoe hoort het Joost? Ik wil wat zeggen over kraam, hè. Zo, en we zijn op tramstation. En ik moet nog gelijk mijn beklag doen. Ik had ruzie met de RET-medewerkster. Omdat ik een filmpje aan het kijken was op YouTube. Van Kev Reitz. Ja. Van Attila de Hun. Ook toch Eva? Ja. Ja, dan kan ik weer Tiet. Tiet. Nou, dan kan ik weer knippen. Nou, we wachten op de tram. We moeten daar vandaan komen. Even kijken. Daar komt ie. Oh, daar heb je. Daar heen hem hoor, toevallig. Mat 64. Quincy, Mat 64. Komt ie hoor, daar heen hem hoor, toevallig. Daar heen hem. Ja, hij is lekker vol. Stadion. Hey, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Oh nee, natuurlijk, dat was al, hadden we al gedaan. Daar heb je hem. Ja, we zijn bij de Kuipa gekomen. De Kuipa, daar is die. Mooi hoor. Mooiste stadion van Nederland. Ja, dat sowieso. Ja, zeker weten, het mooiste stadion van Nederland. Dus we zijn aangekomen, we gaan nu naar het vak toe. We moeten voor mij wel een beetje opschieten, want voor mij, ik weet niet hoe lang we nog hebben. Voor mij ruim een half uur. Nou ja, je weet niet hoe druk het daar bij de ingang is. Ja, dus het is daar ook af en toe wel eens verschrikkelijk druk. Ja. Moet ik allemaal weer knippen dit, Joost. Moet ik allemaal weer knippen. Oh, ja. Nou, hier de omgeving, topsportcentrum. Kijk, paardenstront. Kijk, als we die vrouwen plassen, dan moeten ze naar een wc gaan. Maar kijk, hier liggen gewoon de paardenvegen. Nou, hier het topsportcentrum. Hier de ingang van het Maasgebouw. Ja. En hier, daar moeten wij die kant op. Nou, onder heb je het Final Fantasy Shop. Daar nog een Final Fantasy Shop. En dan gaan we naar binnen toe en dan zie ik jullie dadelijk. Tot zo. Hey, en leuk dat je kijkt weer een nieuwe vlog. Oh nee, dat hadden we al gehad, hè? Alweer. Nou Joost, wat denk je dat het wordt? Oh ja, had je al gezegd in de metro, hè?
3-1, hè? 3-1, hè? En ik 4-1. Dus nou, we staan te wachten in de rij. Even fucking pauper druk. Oh, ja, moet ik weer piepen. Ja, dan moet ik weer knippen. Dan moet ik weer knippen. Dan moet ik weer knippen. Ah, heb je weer weg, hè? Ja, dat wel.
kreeg een kaart. Niks. Yeah.
die leeftijd. Zo, godverdomme, wat ben je lelijk dichtbij. Zo, ja, nog verder, joh.
TCO. Thank you.
Heel en de wedstrijd zit erop. Het is 2-0 gebleven. En we zijn weer een ronde verder. Het was niet best. Maar we hebben het wel gewonnen. En zodoende zijn we dus weer door een ronde verder. We gaan nu richting Spijkenisse gaan we nu. En ja, dat was de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie de vlog een beetje leuk vonden. Ik heb er in ieder geval heel erg van genoten. En ik spreek jullie dadelijk nog even als we terug zijn in Spijkenisse. Dan zie ik jullie weer. Dus ik zou zeggen, tot zo. Hey, hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Oh, nee, dat was al geweest. Oh ja. Ja, 11 september. Ja, is er helemaal niks gebeurd in de Efteling. Oh nee. We zitten bij Wilhelminaplein. We gaan nu de metro weer op de metro wachten. Dit is de perron, en hoe lang duurt het? 9 minuten. 9 minuten? 9 minuten? Op je mel. Gauw. Boef. Zo, en we zijn weer in Spijkenisse terug aangekomen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was het einde van de vlog. Ik zei het er net ook al, maar dit was het einde van de vlog. Joost, heb jij nog wat te zeggen? Ga gewoon weg. Oh, ga gewoon weg. Ik wil naar huis. Nou jongens, ik zou zeggen groetjes, doedels. Vreselijk, je doet het je ergste vijand niet aan. En nou, ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Hier op It's Ultraks en skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Ga gewoon weg.